zelf eens in, nek als hij die voeten van jou ziet. Nou, wat dacht je van jouw voeten, zeg? Neem me niet kwalijk. Meid, weet je wat? Ik ga wel met hem uit. Jij met hem dan uit? Dan blijf jij hier. Ik ben je weervrouwtje, dat doe ik wel voor je. Morgen, gauw. Je bent zo stuk, die professor. Hij zit zo lekker in zijn broek voor een vent van zijn leeftijd. Ja, professortje, ik kom eraan, hoor. Ik kom eraan. Ja. Oh, dag, dag, mevrouw Hans Aarsma. Ik kwam Bea Hofman ophalen. Ik zou haar begeleiden naar het lenteschoenenbal in buurthuis het Batavieertje. Dag. Ja, ik heb een aangename mededeling voor u. En u moet groot leed verwerken. Oh, nou, voor de draad ermee, ik ben erg nieuwsgierig. Het is zo, de eerste mededeling is dat u met mij naar het bal gaat. Oh, is dat het zware leed wat ik moest gaan verwerken? Nee. Het is de goede boodschap. Het zware leed is dat mevrouw Bea Hofman tijdens acrobatische toeren in de douche haar voet verminkt heeft. Oh, is het heus? Het is heus. Wat vreselijk om dat te horen als arts zijnde. Ja, verschrikkelijk. Voor beide benen voeten wordt gevreesd. Oh, echt waar? Beide voeten wordt gevreesd. Oh, het is toch hopelijk niet besmettelijk, dat wel? Dat weten we nog niet. We hebben een teen opgestuurd naar het laboratorium in Delft, met de TH. Niet panieken, niet panieken, professor Zuurbekje. Nee, ik moet onmiddellijk maatregelen gaan treffen. Stel je voor dat er te huize Hofman een dodelijke bacterie is ontstaan. Desinfecteer de boel. Ik moet onmiddellijk maatregelen gaan treffen. Ik ga naar Anneke Artistiek. Zij is namelijk hoofdredactrice van de buurtkrant hier. Mevrouw Anneke Artistiek! Mevrouw Anneke Artistiek! Maak het toch onmiddellijk open! Er is een desinfecterende ziekte uitgebroken te huizen van Bea Hofman. U moet onmiddellijk op reportage, u moet een artikel gaan schrijven. De buurt mag geen waterleiding meer hebben. Doet u iets? Ja, ik ga meteen aan de stamvalmachine. Oh, ik ga onmiddellijk een massagraf maken in mijn achtertuin. Ik kom eraan. Goed idee, dan ga ik even verder met ratelen. Treffen, gouden tijden breken aan. Ik heb nog nooit een mis mogen voorbereiden voor een massagraf. Ik ga vragen of mijn zuster mij kan helpen. Mijn zuster is namelijk goed in het organiseren van telefonische alarmcentrales. Zij kan heel goed collecteren. Zij moet ervoor zorgen dat de boterhammen op de bond gaan. Zus, non-stop, maak open. Gouden tijden breken aan. Er is een epidemie uitgebroken. Te huizen van Bea Hofman. Oh, yes. Ga haar huis uitroken. Desinfecteer de boel. Oh, wat een geluk dat zoiets in onze buurt gebeurt. Nou kan ik de stervende gaan begeleiden en zodoende in het nieuws komen. Ik zie het voor me. Interviews voor het journaal. Ik krijg de opsteken van de week. Maar eerst ga ik het huis van mijn buurvrouw Bea Hofman uitroken. Want daar is het allemaal begonnen. Mevrouw Hofman! Mevrouw Hofman! Aan de deur wordt niet verkocht en geen reclamefolders, dank u wel. Mevrouw Hofman! Het is zeker mevrouw Hofman! Wat is er? Ik kom niet voor reclamefolders, ik dien het goede doel. Oh nee, maar nou zie ik het, u bent verkleed als pinguïn. U komt zeker collecteren voor het Wereld Natuurfonds. Nee, ik kom u uitroken. Uitroken? De overheidswegen kom ik u uitroken. Ik rook niet, mag ik bedanken? Dank u wel. Nee, dat is ook niet zo. U bent een lijk. Zeg. Bent u het zelf niet?
Moet ik hier serieus op ingaan of mag ik er met een gemmetje overheen? Ik laat mij niet beledigen in mijn eigen deurpost. U wandelend stuk sacrament. U belegen collectezak. Daal! Zij jou snethouder toch eens een keer mee op! En zijn jullie er al achter gekomen wat we uitgebuild hebben? Daar ze waak. Aan ongewenste intimiteit? Ja. Nee, het ging over... Het ging over sensatie. Sensatiezucht. Erg, hè? Want iedereen heeft last van sensatie. Ja, iedereen heeft sensatie. Ook Theos. Als Theos met ziek is, dan denkt hij altijd bijvoorbeeld al meteen dat hij doodgaat. Oh, dat zijn we niet waar. Zij stopt altijd de thermometer in de thee om te zeggen dat ze 40 graden koorts heeft, terwijl ze 37,1 heeft. Hij daar verderop, dan kun je als ik op jouw schouders ga staan, kunnen we de wc in kijken. Bij die dikke mevrouw. Oh,